bij dit openingsevent van Klara Toestra's Week. Dit event is georganiseerd door Klara Toestra's Week in samenwerking met de VU te Amsterdam, het instituut Abriba. Welkom. In het bijzonder wil ik onze gastsprekers welkom heten. Dat zijn Maris Riedijk, Joost Kerkhoffs en Erik Arnold. Welkom. Wat een fantastisch moment om u hier allen te mogen ontmoeten. Allereerst zal ik me even kort voorstellen. Ik ben Hanneke Toewes en ik ben mede-eigenaar van Klara Toestra's Week. Even iets in het kort over Klara Toestra's Week. Het bedrijf is opgericht in 2009 en wordt ondersteund door ervaren trainers. We zijn werkzaam binnen de ING, Atlantis Zorggroep, SIFA Logistics en bij Achmea. Maar de trainers hebben meer ervaring. Ze hebben ervaring binnen deze bedrijven. En graag wil ik dan ook aan u de medewerkers van Klara Toestra's Week aan u voorstellen. Allereerst wil ik de oprichter van Klara Toestra's Week voorstellen. Een zeer ervaren trainer en docent. En daarbij ook mijn liefdespartner, Tom Bakker. Verder hebben we ook een onderwijsdeskundige binnen het bedrijf. En ook een zeer ervaren trainer en docent. Kees van der Doel, ja. En dan hebben we nog een deskundige trainer in operations, Marco van Stenus. En tot slot hebben wij een ICT-specialist, onze webdesigner in een bedrijf. En dat is Richie Ramadan, daar achteraan. Deze bedrijven zijn vandaag geïnteresseerd in het event. Dus u kunt zien, u bent een goed gezelschap. Uit het oude Persie, de opleidingen komen bij mij. Het zijn fantastische mensen, hè? Zijn fantastische mensen. Die zijn er helemaal klaar voor. Die komen dan vervolgens komen ze in de organisaties terecht. En dan zie je ineens dat de organisatie er eigenlijk maar heel weinig mee doet. Zo weinig zelfs eigenlijk. En ik kan ze hier zelfs in deze groep kan ik ze aanwijzen. Ik zal het niet doen hoor, maar ik kan ze zelfs aanwijzen. Waar dus mensen zijn die tegen mij al gezegd hebben, joh, ik ben bij jou de opleiding aangekomen. En weet je, nu weet ik ook waarom ik niet meer bij dat bedrijf wil werken. En waarom ik wat anders wil doen. Het is misschien heel bizar wat jullie zeggen, wat ik nu zeg, maar jullie investeren vaak in mensen. En die mensen die komen door die opleiding aanraken met andere mensen, met andere ideeën, en daar hebben we geld in huis weg. Dus waarom zou ik er zelf niet in het bedrijf ook meer tijd en energie aan besteden? In hoeverre krijg je mensen op het juiste niveau? In hoeverre stop je energie en andere mensen op het juiste niveau te krijgen? Weet je, hoe vaak ik wel niet die vraag krijg van mensen? Joh, weet je, we hebben mensen van 50, 55 jaar in onze organisatie. En die moeten nog een tijdje verder, hè, die moeten nog iets, maar die willen eigenlijk helemaal niet meer. Of ja, mijn populatie, hè, van mensen die ik met vaste contracten heb, die gaan eigenlijk niet meer vooruit. Kennis en kunde hebben ze genoeg, maar niet gedrag. Dat is een stukje waar je wat mee zou kunnen. Wat we ogen wij met Klara Toestra's Week, is die mensen, door de brede ervaring die we hebben, zowel in trainingen als in opleidingen, om die mensen op het juiste niveau te krijgen. De juiste kennis, de juiste kunde, bij de juiste persoon en de juiste functie. Lastig. Dus je zou kunnen bedenken van joh, we kunnen helemaal zelf, maar we hebben ook een heleboel samenwerkingsverbanden, zoals de JOS, zoals de Schouten Legers, zoals ook bij andere organisaties, waardoor we kunnen zeggen van joh, weet je, we zetten gewoon een hele opleidingsmatrix neer en gaan jullie helpen om die mensen naar het niveau te brengen. Wat krijg je dan? Nou, we hopen is dat je krijgt is professionele mensen die met een meer op een goede manier bezig zijn, die proactief zijn, dus die niet iedere keer maar achter staan te hollen om te vertellen wat ze moeten doen. En wellicht worden ze daar ook door een stukje productiever. Dat maakt in ieder geval je leiderschap een stuk makkelijker, hè? Want je hoeft niet meer zo hard te duwen. Overigens, het zal Marius denk ik ook hier iets over kunnen vertellen, want dit heeft ook weer heel veel met gedrag te maken van de leidinggevende. Is dat goed gedaan? Ja, absoluut. Productiviteit.
nou komen eraan hoe je dat ook echt kunt bevorderen. Want we snappen inderdaad steeds meer dat positief leiderschap zo erg belangrijk is. En cultuur en organisatiecultuur belangrijk is. Maar hoe krijg je dan die verandering? En daar wil ik zo. Goed, erg leuk om hier te zijn. Enorme groep opkomst, korte tijd geregeld. We begonnen een andere kans. Leuk jullie te ontmoeten. Gedragsverandering, ja. We zitten hier met een aantal mensen uit het bedrijfsleven. Het is wel een beetje een soft onderwerp, toch? Gedragsverandering. Wat vind je daar interessant aan? Ik ga het wel proactief doen, dus interactief. Waar lopen jullie tegenaan als je het over gedragsverandering hebt in je bedrijf? Wat voor thema's komen dan met jullie boven drijven? Als je denkt aan gedragsverandering. Weerstand gaat gewoon, dus gaat niet terug van eigen belang en zelfvertrouwen. Dat is zijn dingen die jullie tegenaan lopen als je het over gedrag hebt. Want gedragsverandering willen, is het ook. Daar ga ik altijd vanuit, prestaties verbeteren. Daarvoor is gedrag van mensen nodig om dat te kunnen doen. En om dus prestaties te verbeteren moet je dus gedrag veranderen. En als je het zo wil houden, moet je ook geen gedrag aan veranderen. Dat is dat prima. Maar hoe doe je dat dan, hè, dat gedrag niet goed functioneert? Dan zegt hij, we krijgen eigenlijk meer van hetzelfde gedrag, namelijk het niet goed functioneren. Terwijl heel veel mensen denken toch van, ja, als iemand niet goed functioneert, dan moet je juist aandacht geven, toch? Derde wereld. Moet je toch geld geven? Dat is toch zielig? Wat krijg je dan? Alleen maar meer van het afhankelijke gedrag. Dus we zijn geneigd, dat is biologisch bepaald, dat we bij afwijkingen gaan wij aandacht geven. En meestal negatieve afwijkingen. Dat is de taak van managers. Zo zie je dat. Even over nadenken. Ik heb wel eens gevraagd aan een directeur van de bank, hoeveel complimenten krijg je nou? Per week of per dag? Per week of per dag? Ik werk nu al 22 jaar, ik heb er 10 gehad. Nee, 10 gehad nu. Innovatie hebben, je zit in een moeilijke economische tijd. Hoe ga je dat nou mensen stimuleren dat ze die productiviteit doen? En dat kan je niet doen door te zeggen van, je moet nu morgen dat nieuwe idee hebben. Je kunt het wel eens doen, maar dat kun je niet steeds blijven doen. Je wil... Het is wel zo overkomen en succesvol door een beetje tegen de stroom in te gaan en in te zien wat de ene wel kan en de ander niet en daar in een team te vormen. En dat geldt niet alleen voor in het bergen, maar ja, voor heel het leven en zeker ook voor je werk. Deze slaan we dus even over. Eigenlijk een van de belangrijkste, en die sluit ik aan bij Marius vrouw, kies een doel en laat je keuzes daardoor leiden. Zeker als ik vertel over de Mount Everest, dan vinden mensen dat vaak toch interessant. En heel vaak vertellen ze daarna waarom zij dat niet doen. Dat kunnen allerlei dingen zijn. Ik heb nu net jonge kinderen, wat op zich natuurlijk een heel legitieme reden is, van allerlei redenen. Maar het verschil zit volgens mij heel erg in iets wel willen, iets ook wel willen of iets echt willen. Op het moment dat je dat echt doet en je stelt die keuze centraal, dan gebeurt het vaak ook wel. 10 jaar geleden zat ik bij de kapper de Panorama te lezen in het grootste vak literatuur, maar goed. Daar stond een boekrecensie in over het boek over Mount Everest en sindsdien ben ik gaan klimmen. En uiteindelijk is dit volgend jaar toch een beetje de kroon op mijn alpine carrière. Ik heb er altijd van gedroomd, het gaat nu gebeuren. Toen ik aan begon, als je dan toch bezig bent, wees dan altijd gedisciplineerd en niet gemakzuchtig. Het is heel makkelijk om gemakzuchtig te worden op zo'n berg en zeker. En je hebt natuurlijk geen douche en het is heel makkelijk om je eigen hygiëne te laten verzonnen. Want als je moet douchen dan is het min 10 en dat douchen is een tentje en dan wordt er een emmertje water voor je opgezet en dan sta je daar en daar heb ik helemaal geen zin in. En wat maakt het ook verder uit, want je kleren zijn toch al vies. En het is heel makkelijk om daarin mee te gaan en jezelf te verzonnen. Het vraagt heel veel discipline om daar heel erg nauwgezet in te zijn. En ik had bijvoorbeeld zo'n serie aan pillen en preparaten bij me van vitamine, proteïne, allerlei pillen en poeders. En op een gegeven moment toen zag ik mezelf al gewoon fysiek aftakelen. En dan krijg ik toch zo'n gevoel van ja, ik ga toch even een beetje weg, laat maar zitten. Het was belangrijk om daarna heel erg gedisciplineerd te blijven en niet van het gemakzucht te kiezen. Vaak betekent dat net het verschil tussen het wel of niet halen en begonnen. Of het ging hier fout qua techniek, dus laat fouten de tegenslag je niet uit balans brengen. En dat is wel een belangrijk. Eigenlijk het allermoeilijkste van zo'n expeditie van 10 weken is gewoon het leuk te blijven vinden. En je hebt allerlei momenten dat je echt denkt van ben ik hier. Er komt zo meteen een filmpje over, wat ben ik hier in godsnaam aan het doen, dit is niet leuk. En dan is het ook heel makkelijk om te bedenken waarom het de komende week niet gaat lukken of niet leuk blijft.
En toch is het zaak om dan gewoon af en toe ook gewoon even je verstand uit te schakelen en gewoon letterlijk je linker voor je laatste. Ja, de laatste stelling ja, en dan de laatste dia. Wees bereid de fouten bij jezelf te zoeken. Best wel een confronterende. En daar was ik in eerste instantie ook niet zo goed. Dat heb ik in de loop van de tijd in de berg wel een beetje geleerd. Ik had niet gehaald voor een expeditie voor de duidelijkheid. Wel in de buurt gekomen. Het was een heel slecht jaar. Normaal gesproken haalt 1 op de 3 de top. En in dat jaar 5 mensen van 80 in totaal. Dus ik had echt een objectief verhaal. Ik kan er niks aan doen. En het is veel beter om in ieder geval in eerste instantie even naar jezelf te kijken. Dat doet wel pijn. En te kijken wat je echt hebt fout gedaan. Wat ik zelf echt heb fout gedaan. In het hoofd, ik had in Nederland wel een meteoconsult, een weerbericht, had ik nagebeld en ik wilde een weerbericht en ik kreeg het via internet en heel gedetailleerd per luchtlaag en nou, heel technisch, zat perfect in elkaar. Alleen het punt was, ik had er niet aan gedacht dat ik dat hoofd op de berg niet had, dus ik had het wel in de basiskamp, maar hoofd in kamp 3 kreeg ik geen update meer, ik had geen walkie-talkie bij. Ja, je weet in Nederland al, het weer over 3 dagen, dat het kan vriezen, het kan door, het kan alle kanten op gaan, dat gebeurde hier dus ook. Als ik toen een radio bij me had gehad en iemand die zei van, wacht maar die dagje of doe een dagje rustig aan en ga dan nog wat. Ik dacht daarna was het mooi weer. En die vijf mensen die de top wel hebben gehaald, dat was op die dag na mij. Als ik dat geweten, dan had ik me neergekund en ongetwijfeld had ik het gehaald. In eerste instantie heb ik dat eens lekker weggewerkt. Als ik mijn webblog teruglees, dan zie ik ook van, ik kan er niks aan doen, ik heb pech gehad en het zat er echt niet in. Het zat ook niet mee, maar als je echt kritisch naar jezelf kijkt, er zijn altijd wat dingen die je kan verbeteren. Alleen vraagt het wel lef om in de spiegel te kijken en het bij jezelf te zoeken. Kan wel gebruiken voor je volgende expeditie. Ja, exact. Dat is wel het belangrijkste. Nee, dit is dus een van die dingen die nu meegaat naar dit jaar. Twee dingen. De linker seat is eigenlijk de Good to Great company. Nou, daarin zie je wat de eerste stap, wat een dienend rijder zeg maar doet, is die zet de juiste mensen op de trein. Dus die zorgt ervoor dat hij eerst de juiste mensen om zich heen vergaart. Nou, daarna gaat hij het volgende doen. Dus hij heeft een managementteam bij elkaar staan. Dus de mensen die hij daarvoor denkt nodig te hebben. Gewoon een goed team om zich heen. En daarna gaat hij denken van, ik bepaal de route met succes. Dus ik ga daarna mijn route uitstippelen. Ja, wat ik wil bereiken. Nou, ik bouw dan een bedrijf op waar hij trots op is. Die dienend leider, zeg maar. Ja, die gaat op een gegeven moment met pensioen en die kijkt echt terug van kijk, dat bedrijf heb ik neergezet. Die heb ik overgedragen aan mijn zoon of aan mijn opvolger. En die is er trots op. Nou, dan heb je de bedrijven, dat is de rechterkolom. De genius met 1000 helpers. Dat zijn de, ja, dat zijn de managers die heel populair zijn, arrogant. En die lopen dan rond in die bedrijven, alleen maar voor het eigen wil, zeg maar. En die hebben eigenlijk niemand nodig om zich heen. Ja, die hebben die mensen nodig om het uit te voeren, maar die interesseert eigenlijk niet wat voor mensen die om zich heen heeft. Nou, die gaat ook eerst bedenken van, joh, ik ga een eindstation bepalen, daar wil ik naartoe. Nou, dan gaat hij daarna bedenken van, oké, welke helpers heb ik daarvoor nodig? Nou, dat is eigenlijk het verschil tussen die level 4 en level 5. Dus die afhankelijkheid, dat is het enige woord wat ik nog even naar een stukje onafhankelijk of niet. Dus, in hoeverre ben je als manager onafhankelijk maken van anderen? Want dat is toch het doel, of niet? Ik heb dat uit mijn interim tijd, was mijn grootste verbazing altijd, en dat zal mijn hele leven bijblijven. Ik nam een plusje over en de mensen gingen om 3 uur naar huis. Dus dat is een mooie tijd, of niet? Zo'n traditie. Casual gekleed, vrijdag, levensgevaarlijke dag, waren ze mezelf, zeiden ze altijd. De vroeg, waarom ga je om 3 in huis? Wat was het antwoord? Men zegt hier niets van. Dan krijg je toch een hele vreemde kijk op de mensheid, of niet? Ja, dit lekker. Dat betekent dus, op dat moment is het eerste wat ik die maand deed, een collectieve schaamte. Waarom hebben wij een manager nodig die tegen ons zegt, je mag pas om 5 uur naar huis. Ik heb dan nog steeds van nooit iemand een antwoord.